Ja, Dirk, gefeliciteerd met je overwinning net. Je speelt nu voor een Nederlandse zaal. De mensen roepen jouw naam in het publiek. Langzaam word je al die publiekslieveling. Besef je dat, dat je die publiekslieveling langzaam wordt? Nou, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik weet ook dat hier ook heel veel mensen zijn die sowieso dicht bij mijn leven staan, zeg maar. Er waren zeker, ik denk wel rond de 100 die ik sowieso bevriend met mijn familie, gezin, collega's, mijn baas was hier. En ja, ik ben niet bezig met publiekslieveling of niet. Het is best, ik heb vorig jaar goed gedaan en mensen konden niet komen. En dan, als je dan nu publiekslieveling bent, dat is gewoon allemaal op basis van vorig jaar. En dat is wel fijn. Nou, je hebt het publiek in ieder geval een mooie wedstrijd gegeven. Je speelde tegen De Zwaan, natuurlijk iemand, gewoon een maat van jou. Was dat nog lastig? Baalde je toen je die loting zag? Ja, wel en niet. Kijk, aan de ene kant, hij is niet de beste in vorm. Alleen denk ik dat hij wel beter gooit dan dat mensen dachten qua zijn vorm. Want ik speelde ook vorige week tegen hem, gooide een hele goede wedstrijd tegen mij. Dus nou ja, je baalt eigenlijk het beste behaal je ervan. Dat je tegen een Nederlander gooit, omdat je denkt van normaal sta je al 2-0 voor tegen een buitenlander en nu sta je tegen een Nederlander, is het toch afwachten wat het publiek doet. Dus ja.